Ulrich Haberland Stadion van Leverkusen, waar Bayer Leverkusen en PSV klaarstaan voor het begin van hun wedstrijd. We kijken naar de 38-jarige legerofficier Laszlo Wagner uit Hongarije. De opstellingen zijn al in beeld geweest en die opstelling bij PSV kent een aantal verrassingen. Zo speelt de pas 19-jarige Jurgen Dirks in het centrum van de verdediging. Speelt Erik Meijer aan de linkerkant, een soort linksback waar hij tegen Leenhoff moet spelen. En is paalplaats bij PSV uit de ploeg gelaten omdat Aad de Mos niet op internationaal niveau met vier aanvallers durft te spelen. Eerste overtreding van Meijer hier tegen Leenhoff. Beide kennen elkaar van Antwerpen, waar de Duitse Leenhoff dus 7 jaar heeft gespeeld en hij, Erik Meijer, 1 seizoen. Het seizoen zijn begonnen willen dat eigenlijk niet nog eens. Ronaldo met een prachtige beweging en hij scoort daar bijna en laat meteen even zien wat hij ook op internationaal niveau hier in Leverkusen kan. Het 17-jarige wonderkind, zoals ook de Duitsers hem omschrijven, geeft zijn visitekaart hier af. In de industriestad onder de rook van Keulen aan de Rijn. Ronaldo. Door Lupescu overgenomen. En daar is de eerste goal ook meteen. Ulf Kirsten. Onwaarschijnlijk. Dat bedoel ik dus met Kirsten. En Toon, die er dus niet is. De eerste aanval is meteen raak. Ook hij laat zich slim terugvallen. Van Mol. Ronaldo. Nog eens Ronaldo. En ook een goed schot, de tweede. De redding van Volborn. Twee goede acties van Ronaldo, die gelijk heeft. Die bal weer. Links duikt Hoekstra het gat in. Nu de paaspoort zuiver. Vecht goed terug. Ronaldo, dat moet 1-1 worden. Hij gaat neer en krijgt de penalty. Slim gedaan van de pas 17-jarige Braziliaan. Hij was de bal kwijt, de controle. En hij haalt er een penalty uit. Buitengewoon slim, buitengewoon professioneel van dit pas 17-jarige Braziliaantje, Ronaldo. Die dan ook gewoon zelf de penalty nog opeist. Dat is tegen alle voetbalwetten. Een gierend fluitconcept van de 10.000 aanhangers van Leverkusen. Kijk, Paulo Sergio voegt er nog even wat toe. In het Braziliaans, of wel het Portugees. Hij scoort gewoon! Een belangrijke goal. 1-1. Nationaal in Nederland. Kennen we hem al een paar weken. Nu kent ook de internationale voetbalwereld Ronaldo. Heel cool, heel knap, heel professioneel. Eerst de scheidsrechter erin laten tuinen. En dan Volborn, een ervaren doelman, passeren vanaf 11 meter. Een belangrijke goal van Ronaldo Luis Nazario de Lima. Bondscoach Bertie Vogt naast Rainer Kalmoen, de manager van Bayer Leverkusen. Vogt die om de hoek hier woont in Korsjenbroek, een klein dorpje tussen Düsseldorf en de Nederlandse grens. Geen internationals. Leenhoff is weg. Doelie is vrij. 2-1. Katastrofale dekking achterin bij PSV. Doelie, de Oostpoetser, helemaal vrij. Het is pas de tweede kans en men zo is weer gepasseerd. Onwaarschijnlijk begin van deze wedstrijd. Maar hier staat die Doelie in het strafschopgebied. Opnieuw de Braziliaan, Paulo Sergio, tweede seizoen bij Leverkusen. En het is 3-1. Weer een fout achterin. Het is Kirsten die scoort. Het is net een gatenkaas bij PSV. Het lijkt wel een pupillenverdediging. Onwaarschijnlijk. Elk schot zit. Ulf Kirsten. En dan Leenhoff. Met Wouters. Leenhoff. 4-1. Kirsten. Het is als je PSV ziet verdedigen. Het is net alsof je op zaterdagmorgen ergens op een veldje naar de E'tjes of de F'tjes zit te kijken. Zo erg is het. Het is verschrikkelijk. Het kan gewoon niet. Kirstens derde goal. Fout van Wouters deze keer. Die het niet aankomt. Leenhoff legt de bal af op Kirsten. En het gezang vanaf de tribunes is voor Bayer Leverkusen. Ronaldo weer, makkelijk geschoten en toch weer een goal.
Hij speelt eigenlijk in zijn eentje tegen Bayer Leverkusen, deze Ronaldo. Onwaarschijnlijk zo makkelijk als die 17-jarige Braziliaan hier op slag van rust de tweede treffer van PSV langs Volborg schiet. Zo vol van de wreef af, als een streep, zo zuiver als een laserstraal, slaat die bal in het doel van Bayer. Hij is inderdaad van aparte klasse. Ronaldo, dat weet hij inmiddels ook. Rüdiger Vollborn, die staat nog al een paar jaartjes te keeper hoor. Het is gelijk rust. Twee keer scoorde Ronaldo voor PSV. Maar Bayer Leverkusen staat dankzij drie goals van Christen en één van Dooley voor met 4-2. Zelden een Europa Cup wedstrijd gezien met 6 doelpunten in 1 speelhelft. Hoekstra in het stuk ook nog niet of nauwelijks voorgekomen. Loopt zich vast. Legt de bal dan goed terug op Linskens. Nieles. Linskens opnieuw. Ronaldo weer. En weer een goal. Het is ongelooflijk. Het is Ronaldo dus tegen Bayer Leverkusen. En het is 4-3. Wat een verdette. Deze pas 17-jarige Braziliaan. Deze doelpunten gaan morgen Europa over. Dat kan ik u voorspellen. En iedereen zal het over hem hebben. En zo is het na een kansloze 4-1, plotseling 4-3. En is er als PSV nu achterin beter op de winkel past, nog van alles mogelijk. Goed werk natuurlijk ook van Linskens. Maar onwaarschijnlijk cool afgemaakt van Ronaldo Luis Nazario de Lima. Zo heet hij. 4-3. Het is niet te geloven, maar het is wel waar. Nieles, weggestuurd door Wouters, met Dooley. Wat een verdette. Pas 17. Hoort eigenlijk nog op school te zitten, maar is voetbalprof gelukkig in Nederland. Weer van Ronaldo. En daar gaat hij. Nieles is mee. Dooley wacht wat hij moet doen. Meldt zich ook. Ronaldo! 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 Paalplaats. Goeie genade. Wat een voetballer. Onwaarschijnlijk. Dirks duelleert met Paulo Sergio. En heeft geluk dat Wagner de vrije trap tegen de Braziliaan geeft. Nieles goed gedaan. Dooley afgetroefd. Ronaldo! Ook hij ziet het gevaar. Dragoslav Stepanovic. En maakt theater als altijd. Mooi met links getrokken met effect. En hij duikt als een havik op de bal. Ronaldo. En Vollborn dekte goed de eerste paal af. Dirks tegen Kirsten. Wouters doet er nog even een stapje bovenop. Wouters die een bloedhekel heeft aan spelers die makkelijk gaan liggen. En Ulf Kirsten is daar één van. En hij gaat ook op de bom. Die Ulf Kirsten. Hij mist een maatje. Tom dus. Eens kijken hoe perfect de traptechniek van Bernd Schuster nog is. Meter of 2,23 van het doel van Menzo. En die traptechniek is nog formidabel. Hoe is het mogelijk? Bernd Schuster, de hele wedstrijd hobbelt en shot hij over het veld. En hij is geklopt. 5-3. En dat mag toch gewoon niet. Zo'n bal mag er toch niet in. Zo was PSV met 4-3 weer helemaal bij de les.
En zo laat het zich verrassen. Iedereen trekt zijn hoofd weg. De bal is natuurlijk prachtig geschoten, met veel effect. Maar hij mag er gewoon niet in. Bernd Schuster trapt zelf de corner. Daar komt Hoekstra. Daar is Niels. Die heeft een goed schot. Jawel, daar is hij dan. Daar is hij toch. De 5-4. Luc Niels. En hij kijkt vertwijfeld. Rüdiger Volborn in de vreugde. Bij de 2500 meegereisde fans. En bij de PSV'ers op het veld is groot. Wat een krankzinnige wedstrijd. Steeds lijkt PSV op de slagbank te liggen. En steeds komt het bijna geslachte schaap weer terug. Drie keer Ronaldo. En nu Luc Niels. 2 minuten voortijd. 5-4. Een uitslag die internationaal opzien zal baren. Een uitslag die op dit niveau zelden, zeg maar vrijwel nooit voorkomt. Vorig seizoen kreeg hij Volborn hier in het Ulrich Hauer Paulo Sergio. En het PSV zich, als het tenminste niks meer misgaat, maar wat is zeker in dit duel, terwijl hij, de man die het elftal dus bij elkaar kocht, hij was vooral de man van het eerste kwartier en PSV had dus Ronaldo. Haalt er toch nog 5-4 uit in een uiterst spectaculaire en boeiende Europa Cup wedstrijd hier in Leverkusen. Om 11 uur, daar is hij met zijn tolk, maar die heeft hij binnenkort niet meer nodig. Goedemorgen. Want hij spreekt al redelijk Nederlands. Lezen gaat ook steeds beter. Het voorblad van het Eindhovens Dagblad heeft hij uit. En nu nog even het sportkatern. Met natuurlijk lovende kritieken over maar één man. Over Ronaldo weet hij zelf en weet ook trainer Aad de Mos. Dan uitlopen. En zoals die andere Braziliaan van een paar jaar geleden, heeft ook hij daar een gruwelijke hekel aan. Dus is hij al gauw heel erg... Moe, erg moe. Zegt Ronaldo Luis Nazario de Lima, de ster van Bayer Leverkusen tegen PSV. Mas ainda está faltando um pouquinho de entrosamento também na equipe. A equipe do Bayer Leverkusen também é uma boa equipe, uma equipe muito bem montada. Tem um líbero que é muito bom jogador, né? Sai bastante chateado, né? Quando eu faço uma jogada e não termino um gol, né? Eu treino bastante esse lance de velocidade, de conduzir a bola com velocidade. Eu treino bastante para que no jogo, pintando uma oportunidade, eu faço essa jogada e é característica minha fazer sempre essa jogada. Né? Eu faço, né, durante o decorrer das duas partidas, procuro fazer essa jogada porque é uma característica minha. Mas isso é puro talento ou kun je dat leren? Eu treino muito, né? Desde pequeno eu treino muito e no São Cristóvão eu já descobri esse dom que eu tinha e comecei a aperfeiçoar, né? No São Cristóvão, lá no Rio. Treinando bastante, já mirim, na categoria de mirim. Wat besprak je met Paulo Sergio, vlak voor de tweede helft? Wat heb je tegen hem gezegd en wat zei hij? Eu falei com ele que naquele momento ele tava, a equipe dele estava em vantagem, mas que nossa equipe ia correr muito para conseguir a vitória, né? E que mesmo perdendo lá, a gente iria ganhar aqui em Eindhoven e a gente conseguiria a vitória e a classificação. Obrigado. Bedankt. Ja, bedankt.